En om de een of andere reden denk ik dat dat heel satisfying gaat zijn. En eigenlijk komen we voor deze auto kijken. Ook een mooie auto. Dezelfde uitvoering denk ik dat wij voor de X2 zouden kiezen. Leuk hè? Dik. Hier is het camerabeeld dat ze zeiden. Kijk, hier staat een pijl waar je moet gaan. Dat is straks fire op de wc. Wat heb je nog? Een diploma. Goedemorgen allemaal. Welkom weer bij een nieuwe video. En ik ben vandaag hier iets aan het testen. Maar ik ga het u laten zien hier. We hebben hier een beamer staan. Die staat op dat scherm. Maar dat scherm zit er nog wat kreuken in. En ik weet niet hoe we die kreuken eruit krijgen. Ik zou zeggen strijken, maar je mocht er niet met een strijkijzer op volgens mij, want dat is zo'n speciaal product. Dat is zo weerkaatsing, dat is eigenlijk wel een goed scherm, maar het moet vrij donker zijn. En ineens ziet je die kreuken zitten. Die moet ik er proberen uit te krijgen, want dan gaat dat veel aangenamer zijn om naar dat scherm te kijken. Want Noah was hier deze morgen YouTube op het kijken en heeft het zelf afgezet en is verder gegaan op zijn iPad. Noah is vandaag ook gaan zwemmen en daar heeft hij iets gekregen. Of gewonnen. Vandaag hebben we ook een afspraak in Tongeren, bij een autogarage. En als je mij een beetje kent, zou je al weten welke garage dat gaat zijn. Het is niet Polestar, daarvoor moet je nog wachten tot begin maart. Maar een andere garage. En daar zou iets moois staan en daar gaan we nu naar kijken. En zoals je waarschijnlijk al weet, heeft het gesneeuwd in Limburg. En het heeft ook gesneeuwd bij ons thuis. En er ligt nog altijd een beetje sneeuw. Kijk hier. Hier zien we wel wat voetstappen, maar daar zijn we nog niet geweest. En heel de straat ligt nog vol mooi bedekt met sneeuw. Dat is zalig, zonnetjes op het gezicht. Lekker in de sneeuw, wat fris. Zalig. Maar wat we nu gaan doen, we gaan die auto buiten rijden door dit sneeuwpak. En om de een of andere reden denk ik dat dat heel satisfying gaat zijn. Dat is toch leuk, hè, sneeuw? En we hebben ons ook heel goed geamuseerd toen die sneeuw gevallen is. En ik ga dat laten zien terwijl wij naar de garage gaan. Dus kijk maar. Oh, passen. We gaan ze pakken. Kom, Noah, help! Gaat het? Scheelt toch? Mijn gezicht, man! Dat ga ik in mijn gezicht, dat weet je toch? Altijd! Ah, dat is ook in mijn gezicht! In mijn oog! Hier, dat oog! Noah, stop even! Ah! En zoals je misschien wel verwacht hebt, zijn we bij BMW. We gaan hier binnen eens kijken naar een nieuwe auto die vorige week is binnengekomen. Waar ik echt wel benieuwd naar ben. En eigenlijk komen we voor deze auto kijken. De BMW X2. Dat zwarte grill is ook erg mooi. Dat is bij het M Sportpakket Pro. Dat zijn dus wel een mooie auto, was het? Het probleem van Noah, mijn pipi. Zal ik ondertussen bij de auto blijven? Ik kan nog een beetje filmen hier. Ik heb juist wel slow motion shots gemaakt.
En als we naar de garage zijn geweest, dan moeten we uiteraard ook eens testrijden. Maar we gaan nu testrijden met deze BMW X1. Die heel vuil is, maar dat is dankzij het winter. Maar het is wel ook een mooie auto. Dezelfde uitvoering denk ik dat wij voor de X2 zouden kiezen. Maar dan in de X1 versie. En een motor die iets trager is. Man, die is vuil. Maar wel chic. Wat vind jij ervan, Noah? Leuk. En nu gaat Ellen eens rijden, hè? Want het is eigenlijk voor Ellen een auto. Niet dat we een nieuwe auto willen kopen, hoor. We zijn gewoon naar de garage gegaan. Jij bent gewoon nieuwsgierig om auto's te zien. Nieuwsgierig om auto's te zien. Hier is ook dat blauwe lichtje zoals jij zit hier zo. De verlichting. Maar ja, je ziet dat je gaat dus kijken met interesse in de auto en je komt buiten en je auto gekocht. Dat is niet waar, hè, trouwens. We gaan geen nieuwe auto kopen vandaag. Bo, om dat ding aan te zetten, schat. Ik ben mijn aan- en uitknoppen. Kijk hier. Kijk, okay, ik heb daar ook zo twee grote schermen. En dan is dat gewoon naar... Naar u toe trekken. En dat die in D staat. Dat is achteruit en dan die. Ja, doe nog eens achteruit. Gewoon naar D te R te gaan, moet je... Ja, zo. En kijk, dan heb je hier ook 360 graden camera. Nee. We zijn nu met een benzine aan het rijden. En ik ben benieuwd hoe jij dat ervaart. Vertrek maar, we zijn weg. Wat is dat daar, stukje? Leuk, hè? Dik. Ik kan nu weer een grapje maken. Je hebt toch graag iets diks in je handen, maar... We gaan nu autostrade oprijden. Is wel kleiner. Ja, is kleiner. Je merkt dat, hè? Wat een verschil. Probeer maar eerst eens wat gas te geven en kijken of dat leuk is. Maar ik ben al aan mijn 120, terwijl dat ik er nog geen gas heb gegeven. Ja, gaat goed, hè? En weten het, dit is nu 136 pk, dacht ik dat die man zei. Ja. En jij hebt die samengesteld voor 170 pk. Kijk, hier heb je ook zo van die blauwe lampjes in, dat is ook wel chic. Ik vind het onduidelijk. Echt? Maar ja, dat is ook CarPlay, als moest je dat willen. Hè? Maar ik heb dat nu opgezet voor... voor de head-up display, om terug te kunnen, ja. Want het is niet ideaal eigenlijk om nu te gaan testrijden, omdat ja, het is voetbalservice en ik wil op tijd thuis zijn. Maar ik had wel twijfels van, als we naar een diesel gaan, naar een benzineauto, gaat dat leuk genoeg zijn. We moeten zelfs ook eens kijken wat deze auto verbruikt. Dat vind ik wel belangrijk. Maar moet ik zelfs eens kunnen vinden, ik ga het zelfs in de garage doen. Ik ga eerst nu rustig Ellen laten genieten van de testrit. Zodat zij eens kan nadenken van, is dat oké om naar een benzine te gaan of niet? Hier is het camerabeeld aan de zijde. Kijk, hier staat een... waar je moet gaan. En Ellen rijdt gewoon voorbij. We moeten dus dadelijk... Ah, kijk, 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 kijk. Hier staat de pijlken en dan... Ja, dat is wel tof. We moeten naar daar. Wij zijn terug thuisgekomen. Voetbal gekeken. Voetbal was niet zo goed. Genk heeft niet zo goed gespeeld. Maar bon, daar gaan we het niet over hebben. Ik heb deze auto er straks buiten gereden. En ik dacht van, wauw, ik zet die straks wel gewoon terug binnen. Dat lukt dus niet. Van het moment dat ik met die jeep hierop rijd, schuif ik gewoon naar mijn andere auto toe. Dus ik moet die hier nu op de oprit laten staan, want die schuift gewoon weg. En ik weet ook waarom. Die auto heeft geen winterbanden. En omdat die auto geen winterbanden heeft, ja, is het eigenlijk niet zo slim om hier op de sneeuw te rijden. Zo ziet je maar hoeveel winterbanden kunnen doen. En dat zal niet helpen op ijs, maar wel absoluut op sneeuw. En ja, Noah die was 98% zeker dat hem dit wou weer. Hier, maar meestal waar ik hier naartoe wou. Nee? Hier is veel sneeuw en ijs en dan kan je schaatsen. Ja, nee, hij wou eigenlijk naar de KFC gaan. Dus wij zijn goede ouders, wij gaan naar de KFC. Het was wel een beetje wachten, ik heb hier een ticketje. KFC om 6:45 en het is nu 7:22. Dus we hebben heel lang op ons eten moeten wachten, hè, Noah? Hoe lang? Veel te lang. Ik heb een speciale Firezinger burger. Ik heb niet Engels geoefend. Heb je Engels geoefend? Dat is straks fire op de wc. Ik heb hier alles opgegeten. En ik was net aan het vertellen van... Ik moet mijn papiertje erbij pakken om te weten wat ik heb gepakt. Een Firezinger. Dat was een grote hamburger. Dat was lekker. Maar zoals al gezegd, ja, als ik dit eet, dan... Heb ik er nog 2 of 3 dagen plezier van als ik op het toilet zit. Ik ga niet in details gaan, want Ellen is daar nog haar maïskool van opeten. En dat zou niet heel smakelijk zijn. Noah is terug aan het spelen daar. En ja,
wij gaan dadelijk naar huis. Want wij willen thuis in de zetel liggen en tv kijken. We zijn terug thuisgekomen hier. En we hebben gereden met een BMW X1, zoals je gezien hebt. Maar daarvoor hebben we geen prijs laten maken. We hebben prijs laten maken voor BMW X2. Maar we hebben geen auto gekocht. Nog niet. En die testrit is wel goed verlopen. Je merkte dat er was een auto met 136 pk. Dat die, maar voor gewoon zo te rijden is wel oké. Maar als je echt wilt doorrijden is dat toch niet genoeg. Dan zal de 170 pk wel iets beter zijn, denk ik. Nog meer is nog altijd beter. Maar goed, ja. Daar zijn ook wel limieten, hè. Dus het is heel goed meegevallen. Maar wat we gaan doen, ja. Dat zie je wel volgende keer in de vlog. Als het nog ter sprake komt of niet, waarschijnlijk wel. Maar er is nog iets belangrijkers dan een auto vandaag en dat is Noah. Noah was er straks een klein beetje niet goed gezind, heb je wel gezien. Maar Noah wil nu wel eens iets laten zien. Ik ga hem tot hier roepen. Noah! Ja? Kom eens hier. Vertel eens aan de mensen thuis, wat heb jij? Hier zie je een medaille. Een medaille van wat? Van... Maar ik wil het nog niet verklappen. Ah, we willen het nog niet verklappen. Oké, je hebt de medaille, ja? Ja. En misschien als je dit ziet, dan je zal raden. En is dat een gouden medaille? Ja, brons in het midden en het is een rond goud. Rond goud, oké. En wat heb je nog? Een diploma. Een diploma als? Wat staat hier? Waterrat. Waterrat. Maar je had eerst voorgelezen, maar kan bijna alles niet. Dus ik kan afduwen van de kant en peilen met uitademing in het water. De beenbeweging uitvoeren over de breedte van het bad. Handen op het plankje. De armbeweging uitvoeren met een drijvend hulpmiddel. Gehurkt op één knie van de kant in het water duiken. Kan niet. Ik zei toch, ze kan dat allemaal niet. Bijna. Toch heb je dat gekregen? Onder water door een hoepel zwemmen? Dat kan nog niet. Een rug drijven en lichaam verplaatsen door mijn handen te gebruiken? Op jouw rug zwemmen? Ja, dat kan zo wel. Dat kan ja? Oké. Okay. Pijlen en rudimentaire vormen van borstkrol, schoolslag, rugkrol. Maar, je hebt het diploma, jouw naam staat erop, dus dikke proficiat. En ja. ook een medaille, een gouden medaille. En een grond in het midden. Dus ik was gewonnen. Top. Maar hierbij gaan we deze video afsluiten, dus dank voor het kijken en heel graag tot...